We zijn weer terug bij Sony en die hebben gisteren natuurlijk de nieuwe smartphones aangekondigd, de XZ en de X Compact. Maar ze hebben nog meer. En ik was zelf eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de nieuwe headset. Dat is de Sony MDR-1000X. En dat is een noise cancelling headphone. En ik ben zelf een fervent gebruiker van de Quiet Comfort 35, dus ik was erg benieuwd hoe deze functioneerde. Nou, ze hebben één unieke functie toegevoegd en dat, je kunt eigenlijk je hand op de oorschelp leggen aan de buitenkant en dan gaat de noise cancellation uit. En we hebben dat hier net getest en het is hier super rumoerig in deze hal, zijn super veel mensen. En als je hem aan hebt staan hoor je, nou ja, praktisch niks. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de noise cancellation vrij goed is. Maar op het moment dat je je hand erop legt, dan gaat de noise cancellation uit en kun je omgevingsgeluid ook horen. Handig bijvoorbeeld voor in de trein, vliegtuig, misschien zelfs op kantoor om toch even mee te krijgen wat er allemaal gebeurt. De bediening gebeurt ook op de oorschelp, zit eigenlijk een soort van touchpad, kun je harder, zachter, trek vooruit, trek terug. Dus ja, met de MDR-1000X heeft Sony een nieuwe, ja, potentieel goede headphone in handen met noise cancellation. Prijs weten we ook al, die komt in Nederland voor €400. En dat klinkt misschien in eerste instantie een hoge prijs, maar ook zijn concurrenten die zitten ook rondom die prijs. We gaan hem zeker nog uitgebreider testen, want ik ben in eerste instantie wel enthousiast geworden. Maar voor nu de eerste indruk van de MDR-1000X van Sony vanaf de IFA in Berlijn.